Ik sta nu voor mijn kledingkast en ik ben van plan om het even weer te gaan opruimen. Nu moet ik er wel bij zeggen dat het nog best wel netjes is. Ik heb hier mijn kleding hangen, maar ik heb hier ook wat lades. En ja, mijn lades zijn best wel aan de rommelige kant. Ik probeer het op dagelijkse basis wel netjes te houden, maar soms lukt het niet helemaal. En naast dat vind ik het ook heerlijk om even lekker op te gaan ruimen. Ik zie het ook echt als een zenmomentje. Dus ik heb er gewoon eventjes zin in. Ik heb hier boven ook nog wat seizoenskleding liggen. Ik weet eigenlijk niet eens wat erin zit. Volgens mij nog wat truien. Dus misschien dat ik wat najaar-items in mijn kast ga doen. En misschien heb ik nog wat zomertopjes tussen liggen. En die kunnen dan ook even in de opslag. Dus. Mocht je net zoals ik in de opruimstemming zijn, dan nodig ik je hierbij uit om samen met mij te gaan opruimen. En laten we maar snel gaan beginnen. Ik kijk indirect in de camera, want daar staat een spiegel, maar ik probeer alles op kleur te hangen, of zoveel mogelijk op kleur te hangen. Aan de ene kant heb ik best wel veel ruimte in mijn kledingkast, maar aan de andere kant ook weer niet. Ja, met de kleding die ik heb, dat neemt gewoon heel veel ruimte in. Ik probeer wel een zo minimalistische garderobe te hebben en dat het ook tijdloos is. Alleen ik moet zeggen dat ik het best wel lastig vind hoor, want sommige items heb ik al heel lang en ben ik er eigenlijk ziek wel een beetje op uitgekeken, maar toch pak ik het wel heel vaak. Dus ik zit nu echt in zo'n periode dat ik mijn stijl aan het herontdekken ben. Soms vind ik het lastig om dingen weg te doen, maar soms ook weer niet. Ja, het ligt aan mijn stemming. Kijk, ik ben helemaal obsessed met blazers en matching sets. Dat draag ik bijna altijd, of draag ik regelmatig. En ik heb een periode gehad dat ik oversized overhemden heel erg leuk vond. Deze draag ik ook nog steeds heel vaak. Maar bijvoorbeeld dit. Weet ik, dit zijn twee jassen. Vind ik leuk. Is altijd al een favoriet van mij geweest. Ik pak het niet zo snel. Maar ik bewaar het nog wel. Waar ik altijd al een liefde voor heb gehad, zijn jumpsuits. Ik heb deze om eerlijk te zijn nog niet aangehad. Ik had nog niet per se een gelegenheid. Het kaartje hangt er nog aan. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Het is een beige jumpsuit. Hij is een beetje aan de strakke kant. Dus misschien dat dat de reden is waarom ik hem ook niet aan heb gehad. Ik hou wel van dingen die comfortabel zitten en praktisch zijn. Maar ik denk dat ik hem wel binnenkort aan ga doen. Ik twijfel dus over dit blouseje. Ik heb hem al een tijdje en ik draag hem eigenlijk niet heel vaak meer. Aan de ene kant vind ik hem heel erg leuk, maar aan de andere kant denk ik, ik weet het niet zo goed. Ik heb echt een bloesjesperiode gehad, want het is lekker losjes en ik hou wel van kleding die wat luchtiger zijn en wat losjes zitten. En dat ik toch twijfel, doe ik deze even apart. Kijk, daar hebben we weer een blouse. Het is niet dat ik geen blouses heb. Hier nog een blouse. Soms wil ik gewoon betere keuzes kunnen maken van wat ik nou echt wil dragen en wat niet. Ik heb soms ook random hangers ertussen zitten. Oh, deze vind ik leuk. Dit is echt een van mijn favoriete jumpsuits. Deze draag ik heel vaak. Hij is wel een klein beetje aan de grote kant, maar baggy effect kan ook geen kwaad. Oh, ik wilde zeggen nog een jumpsuit, maar die hangt daarachter. Dus deze is een denim jumpsuit. Ik heb deze al zo vaak aangehad, maar ik ben er een beetje op uitgekeken. Maar misschien dat ik aankomend voorjaar dit wel weer, weer vaker ga dragen. En ik zit erover na te denken om deze in het donkere denim te halen. Ik weet niet of Mango hem ook in die kleur heeft, maar misschien een ander merk. Ik merk dat ik nu meer neig naar donkere kleuren dan lichte kleuren in het najaar. Dus misschien dat ik daarvoor even ga kijken. Maar ik vind hem wel nog steeds heel erg leuk. Maar ik moet zeggen, ik heb elke keer een fase wat mijn voorkeur heeft qua kleding. Ik heb een periode gehad dat ik alleen maar beige wilde dragen. Gewoon deze tinten. Maar ik merk nu dat ik steeds ook wel naar donkerbruin ga. Wat mosgroenig of olijfgroen.
Ik vind kleur wel leuk, maar het moet wel een beetje tijdloos en neutraal blijven. En ik wil er ook echt achter komen welke kleuren mij het beste staan. Dus vandaar, waar ik nu ook echt een groot fan van ben, zijn sweater dresses. Ik ga weer een beetje terug in de tijd, want in, ik weet even niet wanneer, maar 2016 of zo, 18, droeg ik heel vaak sweater dresses. En ik merk dat dat echt wel mijn ding is. Dus ik ben er helemaal weer weg van. Gaan we door naar de lades. We hebben hier onder andere ondergoed, maar ook heel veel topjes. Ik probeer ook hier alles op kleur te sorteren. En wat ik ook fijn vind aan deze laden is dat ik zulke bakjes gebruik. En deze bakjes zijn van de IKEA. En ondanks dat de kledingstukken niet altijd even netjes in mijn bakje zitten, ziet het er toch nog steeds georganiseerd uit en weet ik waar alles is. Ik heb hier een trappetje en die heb ik niet zomaar, want die heb ik nodig om bij deze bakken te komen. Dus mocht je klein zijn of een hoge kast hebben, dan is dit echt ideaal. En hier hebben we de bakken. We hebben hier een winterbak, of nou ja, dat staat er in ieder geval op. Wintersap, zomersap. Alleen, ik denk haast dat alles wat ik wil al in mijn kast heb hangen. Maar we gaan even kijken of ik nog iets tegenkom. Heb ik iets weggedaan tijdens het opruimen? Niet per se. Ik ben nog steeds aan het twijfelen over dit blouseje. Maar ik denk dat het voor mezelf wel goed is om de aankomende periode heel kritisch naar mijn kledingstukken te gaan kijken van wat ik nou echt draag, wat ik echt mooi vind. Want ik merk dat ik het nu wel heel moeilijk vind om afscheid te nemen van bepaalde items. Want wat nou als ik het wel wil dragen? Ja, maar misschien moet ik mijn eigen advies gaan opvolgen en bepaalde items waarover ik twijfel even apart ga stoppen en op een later moment weer erbij ga pakken om te kijken of ik het daadwerkelijk mis of dat het weg kan. Dus ik denk dat ik dat binnenkort ga doen. Maar nu is het prima. Alles heeft een plek. Maar ik moet gewoon niks nieuws kopen. En ik heb ook een regel met mezelf. Als ik iets nieuws koop, betekent dat ook dat er iets weg moet. Want anders heb ik op een gegeven moment helemaal geen ruimte meer. En dat is ook zonde. Mijn kast is naar mijn idee weer netjes. Dus ik kan er weer tegenaan. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!